Hey, het is een genoegen om vanmiddag en ook een eer om in jullie huis te zijn. Het is genieten om te horen hoe jullie reageren in geloof. Hoe jullie blij en enthousiast zijn in God. En jullie zijn een mooie, bijzondere, speciale kerk. En ik wil graag beginnen om tegen jullie te zeggen, neem dat niet als vanzelfsprekend aan. Ik weet niet precies hoeveel jaren geleden Ben en Jackie zijn begonnen in Amsterdam, maar het zijn inmiddels denk ik misschien wel 5, 6, 8 jaar geleden inmiddels. En ze zijn 8 jaar geleden met niets begonnen en met niemand begonnen. En ook wij hebben onze kerk geplant en met niets begonnen en met niemand begonnen. En wij weten hoeveel tijd, hoeveel energie, hoeveel worsteling het kost om een kerk te brengen tot waar jullie nu vandaag zijn. Dat is niet vanzelfsprekend. En helemaal niet in deze stad Amsterdam. Dus ik zou zeggen, laat onze handen ons goed bij elkaar brengen voor wat God gedaan heeft, Jezus gedaan heeft door Ben en door Jackie heen. Door wie ze zijn. Kijk, en jullie komen natuurlijk samen op een uitgeslapen tijdstip. Daarom zijn jullie ook zo luidruchtig. Wij zijn veel vroeger. Ja, maar jullie zijn toch de luie kerk eigenlijk. Hè? Dus kun je nagaan wat God nog voor jullie heeft. Aan vermenigvuldiging en verdubbelingen. Op het moment dat jullie naar een christelijke tijd gaan samenkomen. Waar je jezelf moet verloochenen om vroeg uit bed te komen. Om in het huis van God te zijn. Dus geweldig. Hey, Ben heeft mij gevraagd om te praten vandaag over het huwelijk. Over relaties. En trouwens, voordat ik dat doe, hè, laat me nog een tip geven, Ben. Of ik weet niet of je zoon is van 6, zit hij ook in de dienst hier of zit boven? Dan moet je hem zeker terugluisteren. Wij hebben een deal ooit gemaakt met onze kinderen. Dat als hun naam wordt genoemd in een dienst, dan levert ze dat €50 op. Dus hoe snel kun je die €50 terugverdienen? Hij zit al zo. Hoe snel kun je die €50 terugverdienen? Gewoon goede dingen doen. Je vader noemt je in de dienst. En je zegt kassa. Ilona noemde vanochtend onze dochter. En tegelijk begon mijn telefoon te rammelen. En werd er €50 opgeëist. Van hé, je hebt het over mij. Als je mij noemt, dat kost je geld. Dus het is een goede manier van bewust worden dat je kinderen niet overal voor kunt gebruiken. Dus Ben, verras je zoon. Hij zegt nou niet dat je niks in je zak hebt, maar je moet gewoon de dingen geloven die er nog niet zijn. Heb je pech dat ik in de dienst zit vandaag? En ik denk dat je zoon zegt, nee papa, dat was de voorziening van God dat Peter vandaag kwam. Daarom gaf ik het vandaag. Nou, niet vanaf 21, we hebben dat al vroeger ingevoerd. Maar goed, ik ga het met jullie over het huwelijk hebben. En ik weet tegelijkertijd dat het een heel precair onderwerp is. Want vandaag zitten hier singles. Zitten vandaag hier gescheiden mensen. Zitten gescheiden mensen. Zitten mensen met huwelijksproblemen. Zitten mensen met identiteitsproblemen, uitdagingen. Dus de vraag is van, ja, is dit dan wel voor mij? Ik geloof dat een preek het eind van de rit is voor iedereen. Voor iedereen. Want, weet je, er is kennis die belangrijk is om een goede relatie op te bouwen. En is het niet voor jezelf, dan is het voor je vrienden. Is het niet voor nu, dan is het voor straks. Voor een ander moment dat die partner er wel is. En trouwens, als je single bent, het beste advies wat ik ooit gehoord heb, wat in onze gemeente werd gepreekt door een voorganger uit Amerika, voor mensen die alleen waren en wanhopig op zoek waren naar een partner, is maak niet dat zoeken van die partner de nummer 1 in je leven. Want God staat op nummer 1. Zet hem op nummer 1. Maar hij zei het volgende. Ren zo hard je kan in je visie en in de plan van God voor je leven. Die kant op. En op een gegeven moment kijk je naast je en dan zie je dat er iemand naast je loopt die net zo hard gaat als dat jij gaat. En ik wil je dit zeggen. Je single bent, neem niet met minder genoegen dan dat. Neem niet iemand die minder hard loopt in de richting van God dan dat jij loopt. Want je gaat ongelukkig worden. Dat wilde ik eventjes kwijt. En het volgende wat ik kwijt wil is dit. Wij zijn 33 jaar getrouwd. En dat heeft Ben ook al gezegd.
Maar ik denk dat het ook reëel is om te zeggen dat wij na 3 jaar van ons huwelijk op het punt van een scheiding zaten. Dus wij weten wat het is om in een moeilijke relatie te zitten. Wij weten ook wat het is. Het was die avond zo wanhopig, want ik was degene die het allemaal bewerkstelligde. Het was zo wanhopig die avond. Ik zat haar zo dwars en zo te treiteren, tot in bed. Ja, dat zij op een gegeven moment uit het bed kroop en ze zei, ik zei eigenlijk dit tegen haar. Ik zei, dus het begon, je kunt niet van me scheiden. Ik zei, mensen gaan toch bidden. En dat deed ze. Dat deed ze. Ik kan me nog levendig herinneren op een donderdagavond. Ze kroop uit het bed. Ouwets, op de knieën voor het bed. God, help ons. Ja. En die zondag, ik ging altijd wel naar de kerk. Hè, maar ik was natuurlijk niet gered. Ik was niet eens gelovig. Ik was religieus. Hè. Ik ging die zondag naar de kerk. En daar begon God een werk in mij. En dat was het moment waarna ons huwelijk stap voor stap vooruit ging. Weet je, en ook daarin. Sommige mensen zitten vandaag in een moeilijke situatie. Er is altijd een mogelijkheid. Tegelijkertijd voel je je niet veroordeeld als bij jou die mogelijkheid nooit gekomen is. Want het is altijd genade in God voor een nieuw begin. Dus ook als je hier gescheiden bent, is altijd hoop voor een nieuwe toekomst. Hey, ik wil het met jullie hebben over de enige sleutel voor een goed huwelijk. En je dacht misschien, ik ga vandaag 100 tips krijgen. Nou, ik kan je best 100 tips geven, maar dan zitten we hier vanmiddag om 5 uur nog. Ik heb heel veel tips over een goed huwelijk. En die komen misschien links of rechts ook best wel een klein beetje voorbij. Alleen waar ik je voor wil nemen, is al die tips, die gaan je niet helpen als je niet de enige sleutel gebruikt. En het huwelijk is Gods idee. Is Gods plan. En als je kunt een hemels huwelijk hebben. Een huwelijk kan een hemel op aarde zijn. En een huwelijk kan een hel op aarde zijn. En soms als je zelfs een hemels huwelijk hebt, zijn er nog steeds momenten dat je soms denkt van, het lijkt wel een hel op aarde, omdat je elkaar stevig in de haren zit. De vraag is dan, wat is dan de sleutel om je huwelijk hemels te laten zijn? Dus je hebt alle reden om een goed huwelijk te willen. Waarom? Een hemels huwelijk is gewoon echt stukken meer fun dan een huwelijk waarmee je in de hel zit. Maar wie wil er nou in de hel zitten? Helemaal niemand. Dus ben ze ongetwijfeld de gelegenheid vandaag geven om je hart naar God te geven. Dat is geweldig. Maar weet je, waarom zou je een gelukkig huwelijk willen hebben? 1, het is fijn om een hemels huwelijk te hebben. 2, statistisch gezien, even van de Bijbel af, statistisch gezien leven mensen die gelukkig getrouwd zijn, gemiddeld genomen, 4 jaar langer dan alle andere mensen. En als je het dan niet voor jezelf doet, doe het dan voor je kinderen. Want het is ook bewezen dat kinderen uit een gelukkig huwelijk, die zijn gelukkiger, die doen het beter op school, die hebben minder gedragsproblemen, en hebben meer weerstand en meer robuustheid in de maatschappij en zijn meer klaar voor het leven dan kinderen uit gebroken gezinnen. Dus we hebben alle reden om aan een goed en een gelukkig huwelijk te bouwen. En ondanks dat het huwelijk een gift van God is, is het niet vanzelfsprekend dat het huwelijk vanzelf gaat. De gemeente, zoals we hier bij elkaar zijn, is een gift van God. Maar om de gemeente te laten werken in eenheid en in geloof is heel veel voor nodig. Dus om de gift van God te laten werken, is heel veel nodig. En om een goed huwelijk te hebben, ik zeg het is hard werken. Maar tegelijkertijd, ik weet dat jullie een kerk zijn, en dat vind ik wel bijzonder dat jullie dat doen, en jullie doen veel aan straatevangelisatie. Dat is geweldig. Maar je huwelijk is je eerste evangelie. Je huwelijk is je eerste evangelie. Weet je wat, of je het nou leuk vindt of niet, zelfs als je er niks over zegt, maar de man en de vrouw samen, zegt de Bijbel in Genesis, zijn het beeld van God. Dus als mensen die niet geloven, een stel samen zien, wat gelukkig getrouwd is, zonder dat ze daar een woord over zeggen, zonder dat jij 1 woord gesproken hebt, hebben zij een encounter, zonder dat ze zich bewust zijn
met God. Wij hebben heel dikwijls, als wij ergens zijn, dat wij worden aangesproken en dat mensen zeggen, wat zijn jullie een mooi stel? En dan hebben we het over volslagen vreemden. Maar dat komt omdat ze ons zien. En zonder dat ze het beseffen, zien ze niet ons, maar zien ze iets van God de Vader. Wij zaten 2 weken terug, waren wij in Amerika. We waren op bezoek bij The River in Tampa. En we hadden even tijd voor een lunch. En we zaten, je hebt een soort van die cubicles in, meestal in Amerika. Het is met andere woorden, je zit daar. En anderen kunnen niet zien waar je zit. En zaten wij ook. En die vrouw kwam uit haar cubicle. Ze stond op. Ze stond wat moeilijk op. Ze was iets ouder. Toen zag ze ons zitten. En ze zei, wat zijn jullie een mooi stel. En tegelijkertijd geeft dat de gelegenheid om een heel gesprek met haar te hebben. Maar zij zag in 1 ogenblik dat. En dat is, als je naar buiten gaat om mensen te bereiken met het evangelie, is jouw huwelijk het eerste evangelie. Sommige mensen zullen onzeker zijn en zeggen, ja, maar wat is het nou om Jezus te volgen? Hoe doe ik dat nou? Dan moet jij kunnen zeggen, weet je, volg Jezus net zo als ik mijn man volg. Of praat net zo over Jezus zoals ik over mijn man praat. Kun je dat zeggen als je met vrienden en vriendinnen zit? Van, oh, wat jongens, nou weet je, ik praat net zo als je over je man praat, praat zo over Jezus. Jouw huwelijk is het beeld van God. Het is het beeld van Jezus en de gemeente. Nou, we weten dat de gemeente ook niet altijd in een florisante toestand is in de wereld. Heel veel gemeenten struggelen omdat ze ook principes niet kunnen toepassen. Maar het is het beeld van Jezus en van de gemeente. Dat moet hier is het heerlijk om binnen te lopen vandaag. Geloof, geluid, passie, vuur. Ja, weet je, dit is, je loopt binnen. Maar ook mensen die hier binnenkomen, al kennen ze God niet, die zullen iets ervaren van de tegenwoordigheid van God, van het enthousiasme voor God. En alleen dat zal ze al brengen op de vraag van, maar wie is hij dan? Maar diezelfde ervaring moeten mensen hebben als ze jou tegenkomen als man en als vrouw. En denken van, wat hebben die mensen voor bijzonder? Wat is dat voor speciaals? Zodat je in de tijd daarna in de gelegenheid bent om over het evangelie met hun te delen. En tegelijkertijd is je huwelijk ook nog een keer het beeld. Ik weet niet of ik dat ooit gelezen heb in Openbaringen. Dat in de laatste dagen de hemel, de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem naar beneden komt. Als een bruid, voorbereid voor haar man, de aarde. Dus jouw huwelijk is ook nog eens een beeld van de heerlijkheid, van onze eeuwige heerlijkheid, die in onze toekomst op ons te wachten staat. Dus een huwelijk, het plan van Gods huwelijk, voor jouw huwelijk is dat het lichtgevend is. Dat het stralend is. Dat het getuigend is. Dat het jaloersmakend is. Dat mensen naar je kijken en dat je denken, wat hebben deze mensen? Jezus. Maar als je naar huwelijken gaat kijken, de realiteit is, zelfs binnen het huis van God en het koninkrijk van God, dat mensen makkelijker scheiden van hun levenspartner dan van hun huisdier. Ja. ...43% van de mensen neemt binnen 15 jaar afscheid van de eerste partner met wie ze een relatie zijn begonnen. En onderzoek wijst uit, wij zeggen ook allemaal, we willen de man en de vrouw die God voor ons heeft, maar onderzoek wijst uit dat mensen die een partner zoeken allemaal een lijstje hebben met punten waar die allemaal voldoen. Ja? Iemand schuldig? Oké. Onderzoek wijst uit dat als mensen uiteindelijk hun partner kiezen, dat ze altijd iemand kiezen die niet aan hun lijstje voldoet. Ze kiezen altijd iets anders. Maar mensen die een hond zoeken, die hebben ook een lijst. Die hebben ook een lijst. Maar wat blijkt dus, die mensen die een hond zoeken en naar het asiel gaan,
die vergeten hun lijst en die kiezen intuïtief. Maar terwijl ze intuïtief kiezen, houden ze zich onbewust aan hun lijst. Ik zei net, 43% neemt afscheid van zijn partner binnen 15 jaar. Weet je hoeveel mensen afscheid nemen van hun hond voordat hij doodgaat? Maar 13%. Maar 13%. Er zit 30% verschil tussen. Dus laten we eens even naar de realiteit kijken. Stel nu, we kunnen weer, corona verdwijnt weer een beetje, we kunnen weer vliegen en we kunnen weer gaan en staan waar we willen. Dus stel nu dat je op een vliegvakantie wil. Zou jij in een vliegtuig stappen als je wist dat 43% van de mensen die in de vliegtuig stapt, ik ga even terug naar de 43% van de scheiding, dat 43% van de mensen die in de vliegtuig stapt in 15 jaar tijd zou crashen? Nee. Liever niet, toch? Toch zeggen we, zodra iemand trouwt of een relatie heeft, of, oh, geweldig voor je, ga trouwen, maak die stap. De realiteit is dat 43% van de mensen crasht. Dus sturen ze nou wel op het goede pad om te trouwen? Ja, natuurlijk zeggen wij, want het huwelijk is het idee van God. De vraag die ik daarbij wil stellen is dit. Zou jij vliegen in een vliegtuig dat je zelf gebouwd hebt? Of wil je vliegen in een vliegtuig van iemand die al 33 jaar rondvliegt? Ja. Weet je, als we mensen gaan trouwen, ze stappen zo in die huwelijksboot, hè? Als ze een rijbewijs halen, mijn dochter heeft het net gehaald. Ik weet niet wat het haar gekost heeft, maar ik denk toch wel €2300 heeft ze eraan uitgegeven. En als we op vakantie gaan, dan zoeken we het beste hotel met de beste maatschappij, het beste eten, de beste recepten. We stoppen er uren in. Maar hoeveel uren investeren we in de beste relatie van ons leven? Hoeveel tijd nemen we er echt voor? En dan kan je dit vertellen. Ik werd eigenlijk gered. Hè, doordat hij naar die Lona bad. Dat betekende niet dat ik haar in één keer leuk vond. Doe, ik wilde niet voor niks van haar af. Ik had daar mijn beweegredenen voor. Ja, laten we gewoon eerlijk zijn. En ik had in één keer een probleem, want ik kende de Bijbel dan goed genoeg door mijn religie, dat God niet voor scheiden is. En dat in de Bijbel staat, wat God heeft samengevoegd, scheiden de mens niet. Dus eerlijk, ik zei tegen God, moet je luisteren. Dit is echt heel onhandig. Als ik nou eerst gescheiden was en dan gered, dan was het gewoon goed geweest. Maar nu ben ik gered. Nu mag ik niet scheiden. Ik heb een probleem. Hoe gaan we dat oplossen? Het was echt slecht. In ieder geval aan mijn kant. Niet bij Ilona, maar die hield wel van mij. Die bad zelfs voor behoud van het huwelijk. Maar het was echt slecht aan mijn kant. En toen kwam ik en heel eerlijk, weet je, aan een goed huwelijk bouwen, dat is een proces. En dat is een hele bewuste keuze. En ik kan erover terugkomen, maar in een huwelijk gaat het niet eens over jou. Het gaat over de ander. Dat betekent dat je jezelf moet verloochenen. Dat betekent dat sommige mensen zich vandaag moeten bekeren. Maar goed, dat moest ik dus ook. Ik had een gesprek met God erover. En een van de dingen die hij tegen mij zei, was een uitspraak van Maarten Luther. En Maarten Luther die zei, als je jong bent, kies je degene die je wil liefhebben. En dat had ik gedaan. En dat doen we eigenlijk allemaal als we een relatie beginnen. Ik bedoel, ik neem aan dat je, als je het idee hebt dat je nu in een relatie bent, dat een huwelijk je huidige problemen gaat oplossen, dan heb je het echt bij het verkeerde eind. Het gaat je huidige, die hele illusie hebben heel veel mensen. Hè? Het gaat niet helemaal goed, maar als we getrouwd zijn, zal alles beter gaan. Het is een illusie. Het zal niet beter gaan, het zal slechter gaan.
Je moet je problemen oplossen voor je in die huwelijksboot stapt. En anders moet je er niet in stappen. Maar goed, waar was ik? Ja, je kunt kiezen wie je lief hebt. Ja? Dus ik had gekozen wie ik lief had. Ik heb de vorige keer toen ik er was, een jaar geleden, heb ik foto's laten zien. Hè? Voor degenen die er toen waren. Dat mooie meisje op een fiets in Krabbedijken. Die natuurlijk begrijpelijk voor de jongen op de brommer viel. Maar dan zeg ik, daarna, als je gekozen hebt, dan heb je degene, maar als je getrouwd bent, heb je degene lief die je gekozen hebt. En toen zei ik, maar dan weet ik eigenlijk niet hoe ik moet lief hebben. Hoe heb ik dan lief? Snap je? Want ik kwam er dus achter, ja, ik heb gekozen. Dus ik vind haar nu niet lief. Ik moet leren lief hebben. En dat betekende dat ik inderdaad er een studie van heb gemaakt. Van hoe heb je nou je vrouw lief? Hoe doe je dat dan nu? En die kant gaan we vandaag niet op. Dan denk je, dat gaat hij nu precies allemaal vertellen. Maar één ding kan ik je wel vertellen. Wat voor mij een hele belangrijke sleutel was, was dit. Alles waar je focus op legt, dat wordt groter. En niemand van ons is perfect. Dus je hebt genoeg aan om. Er zijn genoeg dingen aan de ander waarin je kunt irriteren en ergeren. En die steeds groter worden als je daar alleen de aandacht aan geeft. Ja. Dus het beste advies, het kwam uit een boekje wat ik las over maximaal man zijn. Dat was het boekje wat ik las. En want ik was op zoek van hoe ben ik dan man? Hoe ben ik dan een man voor een vrouw? Hoe doe ik dat? Hoe doe ik dan? En ik ben in de kerk opgegroeid, hè, maar als in de kerk niet over huwelijk wordt gesproken. En je, daarom ook, als je hier zit, zelfs als je nog maar een tiener bent. Weet je, doe je voordeel. Want het gaat niet vanzelf een huwelijk. Het is niet alleen, oh, ik ben verliefd, ik ga trouwen en we leven lang en gelukkig. Het punt wat deze man maakt in het boek, is dit. Begin te danken voor je partner. En dat is wat ik begon te doen. Ik begon te danken voor mijn vrouw. Ja, en dan sommige mensen zeggen, ja, maar waar moet ik dan beginnen? Er valt niet veel om voor te danken. Er is altijd iets te vinden. Al dank je maar dat hij niet kaal is of dat hij wel kaal is. Dat hij niet dik is of dat hij wel dik is. Of als je een ander kookt, dank God dat er nog geen vergif in het eten heeft gezeten. Er is altijd iets om voor te danken. Maar ik ben begonnen om God te danken. En het aparte is dit. Dan kom je erachter dat er heel veel dingen zijn waar je wel voor dankbaar bent. Je bent dankbaar, in mijn geval, ik werkte. Ilona was thuis met de kinderen. Je bent dankbaar dat het huis opgeruimd is. Je bent dankbaar dat er eten op tafel is. Je bent dankbaar dat je kinderen gevoed worden. Je bent dankbaar dat je kinderen goed onderwijs krijgen. Dat ze zorgt. En dan begin je de dingen te noemen. En aan het eind van de rit denk je weer zelf van, dat is eigenlijk zo gek nog niet. En dat is wat je begint uit te stralen naar de anderen. Jij begint te veranderen, omdat jij je focus hebt veranderd door alleen te zien dat wat goed is in die ander. En dat was voor mij een hele belangrijke sleutel. Ik zou zeggen, dit is een van mijn laatste tips. Maar nog één ding dan, voordat we hierin duiken. Ik zei net al, ik had een probleem met de Bijbel op dat punt. En Jezus zegt tegen zijn discipelen, en hij is daar klip en klaar over. Linksom of rechtsom, wat voor reden je ook verzint. Scheiden of overspel, dat valt allemaal dezelfde noemer. Het is zonde. Ja? En ik zie dat Jezus dat, de reactie van de discipelen dat ook zien. De discipelen zeggen dan van, ja, maar ja, wie kan er dan nog trouwen? Ja? Met andere woorden, ook toen was het huwelijk best wel een uitdaging. Want de fariseeën zeiden tegen Jezus, ja, Mozes heeft zelf toegestaan om een scheidbrief te geven. Ja, dus het huwelijk is niet, dat het goed gaat, is niet vanzelfsprekend. En de Jezus reactie op de scheidbrief was dit. Kijk, één, over zonde. Laten we heel duidelijk zijn, God zegt dat omdat we weten dat we allemaal Jezus nodig hebben. En we allemaal genade nodig. Maar Jezus zegt, het komt vanwege de hardheid van je hart. En dus in een huwelijk wat moeizaam gaat,
is of in ieder geval één persoon met een hard hart, of twee personen met een hard hart. Dus voordat je nu je man of je vrouw aanstoot, zegt, jij bent degene met het harde hart. Wacht even tot de rest van de dingen die ik ga zeggen. Maar één ding geloof ik zeker. Als twee mensen God op de eerste plaats zetten. En ervoor kiezen. Ik zeg kiezen. Kiezen. Om ervoor te kiezen. Om te leven zoals Jezus. En heel veel mensen zeggen dan, ja, leven als Jezus. Ja, ik ga leven als Jezus. Ik ga tekenen, ik ga wonderen doen. Maar het ultieme doel waarvoor Jezus op aarde kwam, was niet de tekenen en de wonderen. Jezus kwam om zichzelf te verloochenen en zijn leven te geven. Dus als we het over een hard hart hebben, betekent het in een huwelijk, kan alleen succesvol zijn, als je bereid bent om jezelf, wat jij wil, wat jij graag zou willen ontvangen, wat jij graag wil hebben in het huwelijk, om dat te verloochenen. En de houding aan te nemen van een dienaar. Om de ander te dienen in wat de andere graag zou willen hebben, zou willen ontvangen. Om de ander te helpen om te floreren. Om de ander te helpen in de kracht te staan. Om de ander te helpen om alles uit het leven te halen en daarvoor jezelf weg te cijferen. Dat is wat Jezus deed voor zijn gemeente. En dat is in die zin de enige sleutel voor een goed huwelijk. Want Jezus zei, de liefde door een vriend die is zo lief dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dus als jouw partner jouw vriend is, of je vriendin is, en dat bedoel ik niet, ik bedoel getrouwd, hè? Maar even, ik geloof dat het belangrijk is dat de ander in jouw huwelijk jouw beste vriend of beste vriendin is. Je beste maatje wat je kunt voorstellen. En als dat niet zo is, is het dat waar je aan moet gaan werken. En al die andere dingen, die gaan daaruit voortkomen. We gaan straks later wel zien wat dat precies allemaal is. Maar laat me je 5 mythes geven over sleutels voor een sterk huwelijk. En misschien zijn die 5 mythes ook wel gelijk 5 tips. Maar het zijn ook 5 mythes. Heel veel mensen zeggen, het is zo belangrijk als je getrouwd bent om een gezamenlijk interesse te hebben. Een gezamenlijke hobby te hebben. Een gezamenlijke passie te hebben. En dat is waar. Dat helpt. Maar wij zijn christenen. Wij hebben een gezamenlijke hobby. We hebben een gezamenlijke passie. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, is het onze passie om onze God te dienen. Toch is de werkelijkheid vandaag dat er mensen hier naar de kerk zijn gekomen bij wie de stilte in de auto om te snijden was. En bij anderen stonden de ramen bol. Tuurlijk, bij de meerderheid was het gezellig. Ik zeg dit om aan te geven dat al hebben we een gezamenlijke passie, al hebben we een gezamenlijke droom, bouwen aan het koninkrijk van God, God op de eerste plaats zetten, dat het gezamenlijke, dat blijven niet altijd toegeleid heeft, dat het goed gaat in ons huwelijk. Of misschien zeggen we dat het op de eerste plaats staat, maar is niet helemaal zo. Maar het punt wat ik wil maken is dit. Iets gezamenlijk hebben, samen motorrijden, samen vissen, samen wandelen, samen fietsen, wat je hobby ook is. Het is niet genoeg om te zorgen voor een sterk huwelijk. Het kan steeds heel gezellig of heel ongezellig zijn. De tweede mythe is dit, die kennen we allemaal wel. En die zullen soms mensen gebruiken op basis van het feit wat ik net zei, het huwelijk is erom te dienen. En dan zeggen ze, het huwelijk is geven en het is nemen. Iemand schuldig? Het huwelijk is geven en het huwelijk is nemen. Nou, dat is 50-50. Dat betekent dat je een boekhouding gaat bijhouden. Ik doe dat voor jou. En wat doe jij voor mij? Voordat je het weet, heb je daar ongelijkheid over en ruzie over. Ja, maar ik doe alles voor jou en jij doet alles voor mij. Het huwelijk is geven en het is nemen. Nou, ik had een hele wijze op mijn oma, die zeiden vroeger al, ik probeer maar eens met kinderen, als ze een cadeautje hebben gekregen,
Ruilen is huilen. Dat gaat nooit werken. Ruilen is huilen. Het huwelijk is niet 50-50. Het huwelijk is 100 en 100. Jij geeft 100 en de andere geeft ook 100. Als ons huwelijk het beeld is van Jezus Christus en de gemeente. Stel je voor dat Jezus vannacht zegt, weet je wat? We doen 50-50. Ik weet niet hoe het bij jou zou aflopen. Maar bij mij niet goed. Zie, Jezus is voor de volle 100% in ons. En wij zijn alles behalve perfect. Ja, we zijn perfect. Tuurlijk, we zijn perfect. Maar we gedragen ons niet altijd als perfecte mensen. Tuurlijk, we zijn rechtvaardig en we zijn heilig en we zijn een nieuwe schepping, volmaakt, tot in alle eeuwigheid geschapen door de kracht van Jezus Christus, doordat we ons geloof in hem hebben geplaatst. Maar we gedragen ons niet altijd perfect. En gelukkig is Jezus 100-100 in ons. En dan heb je ook mensen die de derde mythe, die zeggen, ja Peter, het is allemaal makkelijk gepraat, maar je zou mijn situatie moeten kennen. Ik ben getrouwd met iemand en die is echt niet normaal. Echt zo. Die van mij is niet, die is echt speciaal. Ja, heel veel vrouwen zeggen dat sowieso al over een man, hè. Hij is niet normaal, net een seksmachine. Maar wie is er normaal? Ik ben niet normaal. Wie is er normaal? Als je aan sommige mensen zou vragen die mij wat langer kennen, dan sommige mensen zeggen, hij is een narcist. Ja. Mensen hebben van alles tegen mij gezegd. Ik weet niet wat Ben door zijn leven heen heeft gehoord, maar ik heb al van alles gehoord. Narcist, autist, van alles. Alle plaatjes die je kunt vinden. Maar ik zeg altijd, ja, weet je wel. Ik heb ook zo'n spreekwoord geleerd. Wie dat zegt, is het wat je zegt, ben je zelf. Hè? Op het algemeen is het ook zo. Hè? Mensen die zulke dingen zeggen, die projecteren meestal zichzelf op jou. Maar anyway, ze roepen van alles over me. En natuurlijk, er zal best een kern van waarheid in zitten. Hè? Dat ik niet helemaal normaal ben. En volgens die lonen ben ik ook niet normaal. Dus als je een lonen vraagt wat er aan mij mankeert, dan kan ze een hele lijst geven. Ik luister slecht. Ik ben slordig. Ik ben slecht in details. Ik neem te snel besluiten. Mijn plannen veranderen elke dag. En ik ben een seksmachine die altijd aanstaat. Ja, wie is er normaal? Ik zal je niet vertellen wat er met die loon aan de hand is. Die heeft andere storingen. Daar kwam ik na 3 jaar achter. Maar we zijn inmiddels wel 33 jaar gelukkig getrouwd. Ook omdat ik heb aanvaard dat je de ander niet kan veranderen. En je moet de ander niet willen veranderen. Je moet de ander in zijn waarde laten. Voor wie die is. Met alle gekke trekjes die erbij horen. Het is liefde om te weten wat de sterke punten van iemand zijn. Wat de zwakke punten van iemand zijn. Wat de ergelijke punten van iemand zijn. En toch van iemand te houden. Want zoveel als jij je ergert aan de ander over bepaalde punten. Zoveel zal de ander zich aan jou ergeren. Er zijn dingen in ons huwelijk die ik echt nooit zal begrijpen. Echt niet. Ik bedoel, als je bij ons de messenla opentrekt, de bestekla, dan liggen de vorken netjes opgestapeld. 2 stapeltjes. En de lepels ook. Ik pak de vaatwasser en ik knikker het er zo in. Bestaat niet. Als ik moe ben, ga ik naar bed. Maar als het huis niet opgeruimd is, denk ik, dat komt morgen. Het bestaat niet dat wij naar bed gaan als het huis beneden niet opgeruimd is. Ja, je zegt, dan doe ik geen ogen dicht. Ja, ik wel, want ik zie het dan niet. Maar ik heb geaccepteerd dat ze niet meegaat naar boven als het huis een puinhoop is. Maar ik blijf ook niet beneden opruimen. Zeg, veel plezier naar mij. Ik ga naar bed. Ik zie je. Nee, ik zie je niet. Ik zeg nog bij. Doe het wel zachtjes als je boven komt. Als je me wakker maakt. Dan kan ik heel de nacht niet meer slapen. Het wordt nooit perfect. Dus accepteer dat de ander niet normaal is. Maar accepteer ook dat jij niet normaal bent.
En stop ermee om die ander te veranderen. Je kunt mensen niet veranderen. Je kunt mensen hoger inspireren. Je kunt een voorbeeld zijn. Weet je, heel veel mensen zijn toch druk om andere mensen te veranderen. En niet alleen in het huwelijk. Soms ook binnen de kerk. Maar je kunt een ander niet veranderen. Weet je, ik las ooit een boek. En het boek heette, het ging helemaal niet over huwelijk, maar het gaat wel hetzelfde principe. Het boek heet Opwekking begint bij jezelf. En dat boek ging toevallig over een evangelist, met zijn naam ben ik kwijt. Ik herinner mezelf alleen de titel nog. Maar die man die was eindeloos bezig met evangeliseren en zending en mission in Afrika. En hij was zo ongelukkig over het resultaat. Jaren ploegen op de rotsen met weinig resultaat. Hij dacht dat het de harde grond was. Het was niet de harde grond. Alles veranderde toen hij zelf veranderde. En toen hij zelf, wat was de verandering die hij zelf doormaakte? Hij ontdekte dat er een doop en een vervulling was met de Heilige Geest. En op het moment dat hij doopt werd en vervuld werd met de Heilige Geest, veranderde zijn hele bediening. En werd hij enorm vruchtbaar. Maar de boodschap die ik er altijd aan onthouden heb, is dit. Veranderen, je kunt overal naar wijzen. Maar alle veranderingen die je wil bewerkstelligen in je omgeving, doe je door jezelf te veranderen. Dus zeg nou niet, jij hebt dat harde hart, vraag jezelf af, oké, die ander heeft dat harde hart, maar wat kan ik nog veranderen? Wat kan ik nog aanpassen? De vierde mythe is deze. Klinkt een beetje bout misschien als ik hem zo zeg, maar ik zeg hem bewust zo. Om je even te triggeren in je denken. Voor alle orde, ik keur niet goed wat ik nu zeg. Sommige mensen zeggen, wat is een mythe? Vreemdgaan sloopt je huwelijk. Nou, dat doet het toch zeker? Ja, let op. Ik geloof dit. Er zijn notoren vreemdgangers. En die vreemdgangers die zullen soms zeggen, ja, dat is mijn biologie. Dat is mijn sex drive. Dat is niet zo. De realiteit is dat je waarschijnlijk van binnen gebroken bent. Dat er dingen gebeurd zijn in je leven, waardoor je dat die drive hebt om jezelf te bewijzen. Dat het je lukt om te veroveren. Dat het je lukt om aantrekkelijk te zijn. Het is een leugen waarin je leeft. En het vindt dikwijls zo'n roots in seksueel misbruik of afwijzing. Dus als je voor jezelf constateert dat je daar mee worstelt. En dat je relaties daarom ook allemaal breken. Omdat je iemand bent die niet trouw bent. Dan moet je met jezelf te raden gaan en hulp zoeken op dat terrein. En waarschijnlijk heb je gewoon een stuk herstel van binnen nodig. Of misschien zelfs een stuk bevrijding nodig. Om te komen, om te worden wie je graag wilt zijn. Maar de realiteit is dat in 80% van de gevallen waarin overspel plaatsvindt, buiten de kerk, maar ook binnen de kerk. Want niemand trouwt met de gedachte van om daar ruimte aan te geven. Maar in 80% van de gevallen is het gewoon het uit elkaar groeien. Het is het verlies van echte vriendschap. Of het niet hebben of nooit gekregen hebben van echte vriendschap. En dat is uiteindelijk de root van de overspel. Want op een dag komt iemand anders een ander tegen. Op kantoor, op het werk en soms zelfs in de kerk. Iemand die wel luistert. Iemand die wel aandacht geeft. Iemand die wel begrip geeft. Iemand die wel een complimentje geeft. Iemand die wel positieve woorden spreekt. En dan is er ruimte gekomen voor verkeerde dingen om te groeien. Weet je, ik heb dat door de jaren heen geobserveerd. We hebben inmiddels doorbrekers 17 jaar. En helaas hebben wij gezien dat er mensen zijn van wie het huwelijk niet bij elkaar is gebleven. En soms kijk je daarnaar met verbazing. Want het idee is natuurlijk altijd, hij gaat er met die mooie secretaresse vandoor. Of zij gaat er met die toyboy vandoor. En je zit ernaar te kijken en je zegt, maar dat is helemaal niet het verhaal. Het is niet dat die ander mooier is. Het is niet dat die ander aantrekkelijker is.
of fysiek aantrekkelijker is, of jonger is, of ouder is, of wat het ook is. Het feit is dat er in het huwelijk, tenzij er sprake is van een notoren vreemdganger, hè, die zijn er, ik heb het niet over die 80%, waar de echte vriendschap langzamerhand verloren is gegaan. Vriendschap is iets wat je moet bouwen. Vriendschap is iets wat je moet ontwikkelen. Vriendschap kost tijd. Vriendschap kost energie. Kijk, wat heel veel mensen vergeten, die trouwen, die zijn enthousiast, zijn gepassioneerd, het lukt ze heel goed. En als ze trouwen, dan is het begin van hun leven. En dan begint de man begint met zijn carrière. En dat gaat als een speer. Ja? En ze krijgen kinderen. Geweldig. Wat ze niet doorhebben is dat hij opgaat in zijn carrière en dat die kleine terroristen die geboren zijn, die slopen je huis, je auto, je tuin en je huwelijk. Ze zijn lief. Maar er zitten mensen die zijn zo opgegaan in het managen en het doen van de kinderen en alles draait om de kinderen. En de kinderen worden volwassen. En dan zeggen ze, moet ik nog 20, 30 jaar door met deze persoon? That's scary. That's scary. Waarom is dat scary? Omdat ze elkaar vergeten zijn. Omdat ze niet gebouwd hebben aan een vriendschap. Ze geen tijd hebben gereserveerd om in hun huwelijk te investeren. Geen tijd hebben gedaan om leuke dingen met elkaar te doen. Geen tijd hebben genomen om dat in te plannen in de agenda. Alles wat belangrijk is, kost tijd en geld. Dus hoeveel tijd en hoeveel geld geef je uit op regelmatige basis aan je huwelijk? Hoe lang is het geleden dat er oppas is geweest en je samen bent weggegaan? Hoe lang is het geleden dat je met verrassing hebt gewerkt? Vriendschap moet gebouwd worden. Vriendschap moet in geïnvesteerd worden. En als je dat niet doet, dan verwaarloos je je huwelijk. En dan moet je niet raar staan te kijken dat er een keer op een dag een ander opduikt. In jouw relatie of in de relatie van je partner. Of dat je elkaar aankijkt en zegt van ja, ik heb er geen zin meer in. Ik weet niet hoe we met elkaar verder moeten. Een huwelijk is bouwen en een huwelijk is investeren. De vijfde mythe is deze. Mensen zeggen altijd als het aan een huwelijk gaat, ja, wij communiceren zo slecht. Dus we gaan naar een communicatiecursus. We moeten leren communiceren. Dat is echt een mythe. Natuurlijk is communiceren belangrijk. Maar het is veel belangrijker dat je leert praten met elkaar gewoon vanuit je hart. Door als je moet leren communiceren omdat je, als ik het zo zeg, ontploft ze. Of als ik het zo zeg, dan loopt hij stampend het huis uit. Dan stapt dus een auto en rijdt weg. Dat is niet het echte probleem. Het echte probleem is dat er geen hart-to-hart connectie is. Daar is waar je aan moet werken. Maar kijk, twee vriendjes spelen samen in de zandbak. Heb je dat wel eens gezien? Twee kinderen die samen in de zandbak spelen, die slaan elkaar na 10 minuten de hersens in. En dan zeggen ze, ik speel nooit meer met jou. Jij bent nooit meer mijn vriendje. Of als het een jongetje en een meisje is, dan als ze dikwijls trouwplannen. Ik ga nooit meer met jou trouwen. En 5 minuten later, dan spelen ze in de zandbak. Wel eens gezien. Bizar, hè? Jezus die zegt, voorwaar, ik zeg u. Wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, die zal er beslist niet binnengaan. Nu weet ik dat onze volwassen wereld iets complexer is dan van de twee kinderen in de zandbak. Maar is het niet zo dat het fundament van de Koninkrijk der Hemelen gebaseerd is op onvoorwaardelijke vergeving? En zelfs als wij fout op fout stapelen,
dat de genade altijd groter is dan de zonde. Dus altijd meer vergeving dan dat wij nodig hebben. Het fundament van het koninkrijk is het herstel van de relatie tussen ons en tussen God. Het fundament van het koninkrijk is het herstel van de relatie tussen ons en tussen God. Maar ook van ons tussen mensen. Vergeven is daarbij de belangrijkste sleutel. En als je elkaar vergeeft en oprecht vergeeft, dan blijft het ook altijd mogelijk om te blijven communiceren. De Bijbel zegt, zalig, gelukkig, happy, hemels zijn de vredestichters. Want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Er staat niet, zalig zijn de mensen die geen ruzie hebben. Er staat, zalig zijn de mensen die vrede stichten. En we zullen zo zien dat sommige stellen maken veel ruzie en zijn toch gelukkig. Het zit er niet in hoeveel ruzie je maakt of waarover je ruzie maakt. De belangrijkste vraag is, hoe maak je ruzie? Want je kunt ruzie op een goede manier hebben of op een verkeerde manier hebben. En is er een herstelactie na een ruzie? Aan stellen die uit elkaar gaan, die herstellen, die hebben wel ruzie, op de verkeerde manier ruzie, of ze hebben geen herstelactie na een ruzie. Dus betere communicatie, en we ooit geleerd, komt uit het boek van Stephen Covey, probeer eerst andere mensen beter te begrijpen, voordat je zelf begrepen wil worden. Toen moet je eens proberen als je in je huwelijk zit en je bent het even fundamenteel met elkaar oneens. In the heat of the moment en je bent de boel ontploft. Om dan jezelf dusdanig kalm te waren dat je zegt, nee, ik ben niet boos. Ik ga eerst jou begrijpen. En als ik jou begrijp, dan dat lukt niet altijd. Dus communicatievaardigheden, dat lukt niet altijd. Wij in onze kerk hebben het voorbeeld van stellen die stappen af en toe in het rot van waanzin. He, zo'n ding wat ronddraait, wat niet te stoppen is. Weet je, het ziet er ongeveer uit zoals, als jullie Donald Duckjes lezen, als Guus Geluk en Donald Duck, die om niets met elkaar in de haren vliegen. En dan zie je een grote strofwolk en je ziet allerlei woorden eruit vliegen. Zo ziet dat er ongeveer uit. En ik denk dat iedereen op zijn tijd overkomt. Wij hebben het op zijn tijd. Ik kan je zo een paar voorbeelden geven. Een tijdje terug wilde Jeroen graag luik aan ons huis. Er stond een taxis daar. Ik zei, dat kan alleen als die taxis weggaat. Zij zegt, nee, die taxis moet blijven staan en die luiken moeten er blijven zijn. Nou, wij hadden in no time een enorme discussie. Ik had gelijk, zij had gelijk. Eind van dit heb ik de hele taxis eruit geknipt. Ik ben naar binnen gegaan en zeg, schat, hij is eruit. Dan was ze niet blij. Maar een ander voorbeeld is dit. Dat je soms afvraagt, hoe kan een sfeer in een huwelijk soms zo snel omdraaien en veranderen? Wij kwamen uit Zwolle, we hebben daar een kerk. En we hadden een goede avond gehad, input gegeven, alles gedaan. En het is een uur rijden vanuit Zwolle naar Barneveld. Dus het is, en wij hadden het gezellig in de auto. En erg gezellig in de auto. En we hadden iets van, nou, dit wordt een thuiskomen. Dit wordt een romantische avond thuis. Huh? Zo gezellig was het in de auto. Dus het werd gezellig. Het werd leuk thuis. Dat was het plan. En misschien ken je het wel. Wij komen thuis. En ik weet niet wat er gebeurd is, maar er was iets met onze dochter. En Ilona was er niet blij mee. En toen zei ik er iets over. Ik weet niet eens meer wat. Maar blijkbaar iets wat niet de goede aarde viel. Iets wat niet bij mij een goede aarde viel. En het verpante is, want het was laat toen we thuis kwamen. Hoe je binnen 2 minuten tijd, terwijl je de avond opbouwt in de auto, je komt thuis en in 2 minuten tijd is de hele avond knald en lig je met de ruggen naar elkaar in bed. En je vraagt je af, hoe is dat nu zo gekomen? Herken je dat? Dat is de rat van waanzin. Dat je wel weet dat je erin bent gekomen. Maar heel veel mensen weten niet hoe ze eruit moeten komen.
Dat is, heel veel mensen weten niet hoe ze eruit moeten komen. Maar je komt in het rad van waanzin terecht. Kijk, de Bijbel zegt, vrouwen, eer je man. Heb respect voor je man. Er staat niet voor vrouwen, vrouwen, heb je man lief. Vrouwen hebben meestal haar man wel lief. Dat is in mijn geval ook zo. Ilona had mij wel lief. Dat is dikwijls niet het probleem. Bij mannen staat er, die weten niet hoe ze moeten lief. Mannen, heb je vrouw lief. Dus een vrouw wil zich graag geliefd voelen. Maar een man wil zich graag gerespecteerd voelen. Dus wat er die avond ons thuis gebeurde, ik heb denk ik iets gezegd, waardoor zij zich niet geliefd voelde, waardoor zij ervoor koos om mij niet te respecteren, en dan lagen we met de ruggen naar elkaar toe. Het gaat over liefde en het gaat over respect. En als je die sleutel kunt ontdekken, dan ben je ook in staat om heel snel uit dat trot van waanzin te stappen. Want als je er niet heel snel uitstapt. Kijk, de Bijbel zegt, je moet vergeven voordat de zon ondergaat. Maar hoe doe je dat dan als de zon eronder is en je hebt dan ruzie en je ligt dan in bed? Toch? Heb je dan nog 24 uur? Ik heb het Bijbelvers nog niet gevonden. Maar wat ik wel weet, is dat hoe langer je dat toestaat, dat je met twee ruggen naar elkaar toe ligt, hoe slechter het met je huwelijk gaat. En hoe langer je ermee wacht, hoe groter de schade is. Ik hoor wel eens van stellen, een week. Ik heb wel eens van stellen gehoord, een maand. Dan ben je aardig dicht in de buurt bij onherstelbare schade aan je huwelijk. Ik geloof dat we in staat moeten zijn om snel te vergeven. Kijk, en bij mannen is het zo, als hij zich niet gerespecteerd voelt, dan trekt hij zich terug. Gaat hij voor zijn tv zitten, of duikt achter zijn krant, of stapt in zijn auto, of gaat in zijn hobby-schuurtje. Hij trekt zich terug. Maar het punt is, hij voelt zich niet gerespecteerd en daarom doet hij dat. Maar de dame in kwestie, die voelt zich nu niet geliefd. En die dame komt verhaal halen. Echt zo, dan werkt het mee. Op hoge toon. Ja. Weet je, maar als je conflict wil oplossen en je zegt, ik wil er nu over praten. Hij zit net de Formule 1 te kijken of hij kijkt voetbal. Wil nu praten terwijl hij voetbal kijkt of dat hij Formule 1 kijkt, gaat echt niet werken. Door al ga je op je hoge hak en je jarretels en je lingerie voor de televisie staan. Hij wordt alleen maar boos. Gaat hem niet oplossen. Je moet wijs zijn en verstandig zijn. En in heel veel gevallen een ruzie oplossen is dit. Laat elkaar gewoon afkoelen. En doe allebei even iets wat je leuk vindt. Voor mijn vrouw is dat even naar het winkelcentrum gaan. Maar sommige mensen moeten per se ieder conflict uitpraten tot in detail. Wat dan dikwijls weer tot nieuwe conflicten leidt, omdat ze niet eens zijn over hoe het conflict ontstaan is. Dus voor sommige stellen zal het absoluut werken om ieder conflict uit te praten tot in detail. Maar voor anderen niet. Voor anderen is soms gewoon genoeg om het voor een simpel sorry. Voor anderen is soms genoeg gewoon voor een kus. Voor anderen is gewoon genoeg, oké, zand erover, we stoppen ermee, het is genoeg geweest. Weer een ander zegt van, nee, bij ons is het goed, maakt seks. Ja, prima, alles wat je goed vindt, wat werkt voor jou, dat is wat werkt. De liefde bedekt een menigte aan zonde. Het heeft niet altijd zin om alles weer uit te kouwen, uit te spellen, hoe het precies is verkeerd gaan. Het belangrijkste is dat je een herstelactie doet, bewust. Eentje die voor jullie werkt. Want de herstelactie, daar gaat het om. Dus nu eventjes, ik weet niet hoe lang ben ik al aan het praten? Geen idee. Oké. Nu eventjes dan, wat is geen mythe? Ik heb nu 5 mythes gehad. Wat is geen mythe? Dr. Gottman,
die kan met 91% zekerheid binnen 15 minuten voorspellen of mensen gaan scheiden binnen 5 jaar. En dat doet hij op basis van wetenschappelijke precisies en wetenschappelijke waarneming. 91% zekerheid binnen 15 minuten of een stel over 5 jaar nog bij elkaar is. En binnen 3 minuten weet hij met 90% zekerheid te voorspellen of het gesprek wat het stel heeft goed of verkeerd gaat aflopen. En uit zijn analyse komt ook naar voren dat het niet de vraag is of je ruzie maakt of hoeveel je ruzie maakt. Maar hij kijkt vooral naar de manier waarop je ruzie maakt. Daar zit de sleutel. Hij kijkt naar de manier waarop en hij kijkt ook naar de manier waarop je het weer goed maakt. Dus hoe maakt het stel ruzie en hoe maakt het weer goed? En als je, hij kan het voorspellen met hoeveel procent, met 91% zekerheid, en wat zegt hij dan over? Hij zegt later, de percentage komt later. Maar als je niet goed maakt, geen goede goedmaakactie is, dan weet je met nog meer procent zekerheid te voorspellen, ik dacht iets van 96%, dat je het niet gaat volhouden met elkaar. Dus ruzie maken hoort erbij, maar vooral hoe doe je het doet. Hoe je het doet. En hij zegt, iets wat je naar kijkt, hij zet ze gewoon in de ruimte en dan geeft je een onderwerp om over te praten waar ze het niet samen over eens zijn. Dat is wat hij doet. Dus hij laat ze ruzie maken. En observeert hoe ze dat doen. En hij zegt dit, als ze een harde start hebben in het gesprek, dan is het met 90% zekerheid dat het gesprek verkeerd afloopt. Een harde start is dat je begint met verwijten. In plaats van met de feiten. Ja, verwijt is deze. Je doet nooit de toiletbril omhoog. Je denkt alleen maar aan jezelf, viezerik. En jij vergeet altijd alles als het om een ander gaat. Je bent een egoïst. Dat zijn verwijten. Er zit een waardeoordeel in. Of als jij de toiletbril niet omhoog doet en ik even niet oplet, dan zit ik in jouw gezeik. Hoe kunnen we dat oplossen? Dat is een harde start. Dan zegt hij, nou dan weet je zeker dat ze het gesprek niet goed gaan afronden met elkaar. En dan heeft hij nog 4 signalen in het gesprek die hij ziet, die aangeven dat het stel bezig is om haar relatie te slopen. Dus het is niet zo dat ik deze dingen ga noemen, dat je gelijk denkt van, oh wauw, ik sloop mijn relatie. Ik bedoel, iedereen heeft wel eens een keer de hamer vast. Het gaat erover dat je dat permanent doet. En de eerste is kritiek. Kritiek op de ander. Je moet iets oplossen waar je het niet over eens bent en je hebt kritiek op de ander. En er is een groot verschil tussen kritiek en tussen klagen. Een klacht gaat over wat er misgaat. Maar kritiek voegt er een waardeoordeel aan toe. Ja? Dus een klacht kan zijn van, hey Peter, je bent vergeten om de kliko buiten te zetten. Daar kan ze nooit over klagen, want dat doet ze namelijk zelf. Bij ons. Maar stel dat ik het doe. Hey Peter, je bent vergeten om de kliko buiten te zetten. Dat is een klacht. Als je wat dan toevoegt, dan wordt het dus kritiek. En dan komt de veroordeling bij. Hey Peter, je bent vergeten de kliko buiten te zetten. Wat is er mis met jou? Waarom ben jij altijd zo vergeetachtig? Waarom doe jij nooit wat je belooft? Zie, dan gaat de klacht van het feit af, gaat naar keiharde kritiek. En kritiek, als je daar je goed in blijft oefenen, dan kom je vanzelf bij de tweede terecht, dat is minachting. En als je je relatie wil slopen, dan moet je minachting gebruiken. Minachting is het rattengif in je relatie. Minachting. Nooit aan beginnen. En als je het doet, diep tot stof om je excuses aan te bieden. Maar minachting uit zich in cynische en sarcastische opmerkingen. En minachting, dat komt voort niet op een moment. Je gaat niet iemand minachten op een moment. Dat is niet van, iemand doet één keer eens verkeerd, dan heb je niet gelijk minachting voor iemand. Minachting komt dikwijls voort dat je dingen ziet, je lost het niet op, je laat het smeulen, het broedt hier van binnen. En als er dan een conflict is, dan komt het, dan laait het als het ware dat vuur, dat smeulende vuurtje wat van binnen zit, wat je hebt toegestaan, wat daar blijft gloeien, dat laait in één keer op. En als je dan minachting hebt,
dan begin je minachting uit zich door met afkeer te spreken over iemand anders. Met afkeer. Van minachting komt afkeer bij. En als er afkeer is, is het natuurlijk absoluut geen enige vorm van respect. Of van geen vorm van liefde. Ik herinner me een keer een uitspraak van iemand. Die gast die had een vrouw en hij zat bij de commando's. Nou, als voor iemand iets vak belangrijk is, is het voor een commando. Ja? En zij haalde permanent zijn baan onderuit. Was dat jouw baan nou voor? Beetje door het zand kruipen. Beetje onder prikkeldraad doorgaan. Beetje met een minachting voor wat de ander doet. Is dodelijk. Was dat je werk naar voren? Je kan ook niet. Je bent een loser. En als mannen minachtend spreken over het uiterlijk van je vrouw, gaat niet werken. Dus dikwijls zie je dat minachting communiceert afkeer, maar het gaat dikwijls ook nog eens een keer gepaard met scheldwoorden en met dreigementen. Ik zal al je vrienden vertellen wie je echt bent. Dat soort uitspraken. Maar ook, ik ga van je scheiden. Dat zijn woorden die je niet in je mond moet nemen. Als je het toch doet, zijn het woorden die je snel moet herstellen. Want als je daar zit, zit je bij de derde fase. De ander kan zich alleen nog maar verdedigen. Zie, en hier begint de trap van waanzin te draaien. Want de ander voelt zich of niet gerespecteerd, of de ander voelt zich niet geliefd. Dit is waar je met de ruggen naar elkaar in bed ligt. Dit is waar je de muren begint op te bouwen. Dit is waar je afstand begint te krijgen in je relatie. Dit is waar je wel in een relatie bent, maar je voelt je eigenlijk eenzaam en alleen in je relatie. Dit is waar de ruimte komt in een relatie voor de liefde van iemand anders die wel aandacht heeft, die wel positieve woorden heeft, die wel ziet wie jij bent, die er wel woorden aan geeft. Daar ligt de kiem voor overspel. Deze vier signalen samen, zegt hij, zijn goed voor een 80% score van zekerheid als er geen herstelpogingen worden gedaan. Maar als je geen herstelpogingen doet, dus deze signalen, 80% zeker, binnen 5 jaar ligt de stel uit elkaar. Als hij geen herstelpogingen ziet die succesvol zijn, dan zegt hij, dan gaat het naar 91% zekerheid. Dus het gaat niet over de wijze waarop je, het gaat niet over de frequentie waarover je ruzie maakt, waarover je ruzie maakt, maar hoe je ruzie maakt. En vooral of je het oplost, of je herstelt, of je elkaar van harte vergeeft en dat je weer door kunt gaan. Dus je moet bouwen aan een wederzijdse vriendschap, aan wederzijds respect, intimiteit, steun voor elkaar en help elkaar in de dromen. Het is niet de troep die rondslingert in het huis. Het is ook niet de vieze toiletbril. Het is ook niet het feit dat je tegenpolen bent. Het echte probleem waar je in je huwelijk mee zit, is een gebrek aan echte vriendschap. En daardoor lopen conflicten en relaties uit de hand. Want wat noem jij een beste vriend? Als je zegt, iemand is mijn beste vriend. Dat is bij iemand bij wie je in dik en dun terecht kan. Het is iemand die zelfs waar je de meest lelijke dingen over jezelf vertelt, waar je fout hebt gemaakt. En toch zegt, maar ik ben nog steeds je vriend. Vriendschap is waarbij je allebei echt jezelf kunt zijn. Zonder dat je jezelf nog ergens achter hoeft te verbergen. En je toch volledig aanvaard wordt. Ik bedoel, de echte vriendschap is tussen ons. En tussen Jezus. Bij Jezus kunnen we volkomen 100% onszelf zijn. We hoeven niets te verbergen. We hoeven niets geheim te houden. Sommige mensen vinden dat scary. Ik denk van ja, Jezus weet het alles en ziet het al. Ja. En ondanks dat is hij je vriend. Hij was een vriend van zondaren. Een vriend van tollenaren. Een vriend van hoeren. Zijn vriendschap is onvoorwaardelijk. Dat is de vriendschap die je moet bouwen in een relatie.
70% van de mannen en de vrouwen geven in onderzoek aan dat vriendschap de doorslaggevende factor is of ze tevreden zijn met hun seksuele, romantische en hartstochtelijke aspecten van hun relatie. Wat wij door de jaren heen gezien hebben, wij doen nu geen huwelijkscounseling meer, tenminste zelden, is dat wij, als ik me stel, zit dik aan de grond, ik stel gewoon vragen. Een van de vragen is, hebben jullie nog seks? Of het zegt iets over de relatie. We stellen ontmoet, die liggen echt in scheiding, die leggen elkaar het hok uit, maar ze hebben wel seks. Dan praat je door met ze, ze hebben geen vriendschap. Ze hebben geen vriendschap. Daarom gaat het mis. Vriendschap is het allerbelangrijkste wat je kunt ontwikkelen in je relatie. Vriendschap zorgt voor wederzijds respect. Vriendschap zorgt voor vergeving. Vriendschap zorgt voor herstel. Vriendschap zorgt voor plezier van elkaars gezelschap. Vriendschap zorgt ervoor dat je elkaar door en door kent. Je kent elkaars voorkeuren. Je kent elkaars dromen. Je kent elkaars trekjes. Je kent elkaars zwakheden. Je kent elkaars hoop. En ondanks alles zie je die ander nog steeds als je vriend. Zie, dus vriendschap zit hem niet in de extreme bijzondere uitjes. Ze zijn belangrijk. Maar het zit hem niet daarin. De vriendschap zit in het gewone, alledaagse leven. Waarbij je de ander geeft wat die nodig heeft. Net dat stukje extra. Als je kookt en je zegt van weet je, ik heb het liever zo, maar ik weet dat jij het liever zo hebt. Dus ik pas het speciaal aan voor jou. Vriendschap zit in deze kleine dingen die laat zien dat je elkaar door en door kent en er voor elkaar bent. En zonder enige vorm van veroordeling of afkeer, maar een volledige acceptatie van elkaar. Zoals Jezus ieder van ons volledig heeft geaccepteerd. Dus ja, het is nooit te laat in een huwelijk. Het is nooit te laat. Het is nooit te laat. Waar je vandaag zit, is nooit te laat. Maar de eerlijkheid is, het huwelijk is het dienen van de ander. Het huwelijk is, hoe maak ik de ander succesvol? Het huwelijk is, hoe laat ik de ander floreren? Het huwelijk is, wat heeft de ander nodig om gelukkig te zijn en hoe kan ik dat aan die persoon geven? Huwelijk gaat niet over jou. Huwelijk gaat over degene met wie je getrouwd bent. Huwelijk vraagt dat je jezelf verloochent en de ander dient. Dus het huwelijk kost je wat. En ik geloof als beide partners dat met elkaar doen, dat je een heel ander leven krijgt. Dus het huwelijk is niet 50-50. Het huwelijk is 100-100. Dus is het huwelijk Gods idee? Ja. God weet hoe belangrijk het is dat mensen leren om zichzelf te verloochenen. Daarom ben je getrouwd. Verloochen jezelf. Neem je kruis op. Wandel. Ga trouwen. Nee. Wij zijn gelukkig getrouwd. En weet je, ik wil voor jullie vragen om te gaan staan. Ik wil vragen wie Lona bij mij op het podium komt. Krijg ik nog een handfeestje, schat? Nou, nee, denk ik niet. Ik heb wel heel veel gedeeld. Ja. Weet je, we gaan voor jullie bidden als je getrouwd bent. En vooral ook als je uitdaging hebt in je huwelijk. En ik heb vandaag een paar keer gezegd. Dan gaat het over verandering, dan gaat het over bekering. Je hebt twee mensen nodig om een huwelijk goed en gelukkig te maken. Dus ik wil je vragen dat als je zegt van, hé, ik commit me er zelf aan. Voel je niet verplicht, hè?
misschien zeg je maar even, als je hier samen bent en je weet dat het beter kan. Het kan altijd beter. Maar als een teken ook naar de ander, dat je zegt van weet je, het is me duidelijk geworden. Ik ben degene die moet veranderen. Ik moet gaan dienen. En als je het allebei vindt, geef elkaar gewoon een hand. Zeg, weet je, ik ben hier om jou te dienen. Ik ben hier voor jou. En ik geloof als we die positie innemen, dan is God in staat om je huwelijk te redden. Dan is hij in staat om je huwelijk te veranderen. Want God werkt altijd door mensen heen. En in dit geval moet hij door jou heen werken. En door je partner heen werken. Dus het gaat werken als je allebei zegt, Vader, hier zijn we. Laten we onze ogen sluiten. Vader, we staan hier vanavond, vanmiddag, voor uw troon. En vader, sommigen staan hier als single. En we danken u, vader, dat iemand bent die voorziet. Vader, anderen staan hier alleen, dat ze gescheiden zijn of dat hun partner er niet is. Vader, bij u is er nooit veroordeling, maar enkel liefde. En altijd een tweede kans. En dat danken we u voor, vader. Maar vader, we staan hier ook verliefde stellen, verloofde stellen, getrouwde stellen, gelukkig getrouwde stellen en ongelukkig getrouwde stellen. Maar vader, wij hebben elkaar de hand gegeven. En zeg dat allemaal gewoon ook gewoon voor jezelf. En zeg gewoon van vader, ik ben hier. En ik ben getrouwd. En ik commit me vandaag om de ander te dienen. Om de ander te helpen. Om de ander gelukkig te maken. Vader, ik besef dat het huwelijk niet gaat over mij. Maar het gaat over de ander te dienen die u aan mij hebt toevertrouwd. Vader, ik dank u, vader. U bent de God van wonderen. U bent degene die de doden opwekt. U bent degene die de zieken geneest. En ik dank u, vader, dat u deze middag de huwelijken herstelt. Vader, dat u ook uw passie en uw vuur, vader, laat neerdalen op deze stellen die elkaar de hand hebben gegeven. Vader, dat het vuur voor elkaar, vader, opnieuw zal branden, vader. Dat u dat zult aansteken deze middag door de kracht van uw Heilige Geest. Vader, we danken u, vader, voor een volkomen herstel. Vader, we danken u voor degene voor wie hun huwelijk een 7 is, dat het een 8 zal worden. En voor degene wie het een 8 is, dat het een 9 zal worden. En voor wie het een 9 is, vader, dat het een 10 zal worden, vader. We danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Vader, en we danken u voor het huwelijk. We danken u voor het huwelijk, vader, in Jezus' naam. Ja, amen. Zeg ik amen op, absoluut. Ik zat even denken, hij noemde in het gebed, weet je, waarvan een 7 naar een 8. Weet je, en wees eerlijk, geef je eerlijke cijfer en praat er gewoon eerlijk over. Ik denk dat het zo belangrijk is, hè, maar van, weet je, ik zie ook, het huwelijk is een driehoek. God boven en wij samen. En hoe dichter je naar elkaar toe groeit, hoe dichter je naar God toe groeit. En God is degene die kracht geeft in alles. Hij is zo, ja, hij wil ook kracht geven in je huwelijk. Hij wil een gezegend huwelijk, hij wil een vruchtbaar huwelijk, een liefdevol huwelijk. Dat is zo krachtig. Maar weet je, dat is investeren in elkaar. Dat is investeren in elkaar. En de een, de ander, uitnemend achter dan jezelf. En liefde geven. Liefde geven. Respect geven aan je man. Respect. Als je daarin investeert. En jezelf verloochenen. En continu de respect geven. Dan gaat het vanzelf komen. Ja. Echt waar, dat heb ik gezien. Ja, weet je wel. Bij ons was er geen respect. Het liefde was weg. Het was echt weg na 3 jaar. Met God erin is het goed gekomen. En amen. Investeren. Amen. En investeren. Amen. En investeren.
Ja, dan misschien toch die laatste tip van Ilona over dat cijfer geven. Kun je bij elkaar aan de tafel zitten en de verschillende onderdelen van je relatie een cijfer geven? Durf je eerlijk te zijn? Dat je zegt, dat stukje geef ik een 3 en dat stukje geef ik een 8. Zonder dat de ander boos wordt. Dat de ander zegt, oké, maar leg hem dan uit waar hij het een 3 geeft. Of waar hij het een 5 geeft, of waar hij het een 6 geeft. Of hoe kunnen we daar een 7 van maken? Wat moet er veranderen? Daar open en eerlijk over te kunnen praten met elkaar. Zonder elkaar te veroordelen of boos te worden. Of het oneerlijk te vinden. Dat begint met het respecteren. Dat is respecteren van de ander. Respecteren dat de ander het een lager cijfer geeft. Dat jij gedacht had dat het waard is. En dan nog nederig genoeg zijn om te zeggen. Maar wat wil je dan dat ik verander? Om het omhoog te krijgen. Dat is waardevol. Dus ik zou zeggen, zoek een oppas. Boek een hotel. En neem de tijd om met elkaar te praten en te investeren in jullie relatie. En by the way, doe het nou niet op zondag, want dan is het kerk. Halleluja. Wie heeft er genoten? Huh? Yes, alle singles. Je hebt wat aan. Je voorbereidingstijd is geen verspilde tijd. Hè? Je mag nog heel even zitten. Voordat we de dienst afsluiten, de worship team kan nog naar voren komen. Voordat we lekker aan de koffie en gezellig jullie aan je huwelijk kunnen gaan werken. Ik heb even gecheckt bij mijn vrouw en ik dacht van... Ik geef mijn huwelijk een 10, maar ik dacht van misschien geeft zij me het wel een 6. Dus dan heb ik een probleem. Maar ze pakte me stevig vast en zei, ik geef je een 10. Ik zei, yes. Dus vanavond wordt een korte dienst. Is een grapje. Is een grapje. Ik denk sommige getrouwde stellen hier, die komen helemaal niet naar de avonddienst. Huh? Maakt niet uit. Het is je eerste bediening, is je huwelijk. Amen. Amen. Je mag nog heel even je ogen sluiten, je hoofd buigen. Ik denk, zoveel gehad aan dat woord. Ik denk, er zoveel benoemd. En ook dat stukje vriendschap. Ik denk, uiteindelijk is ieder mens op zoek naar intimiteit. Is ieder mens op zoek naar het vullen van een soort leegte in je binnenste. Ik was gisteren op straat, ik had de mogelijkheid met allemaal jonge mensen te praten, voor ze te bidden. En elke keer kwam dat weer terug. Je kunt vervulling vinden in allerlei dingen, of proberen te vinden in allerlei dingen. Maar elke keer laten die dingen je weer leeg achter. Maar ik ken een bron die nooit opraakt. Een bron. Een bron van al het leven waar vervulling is te vinden voor het diepste van je wezen. En die bron, zijn naam is Jezus. Jezus zei, ieder die vermoeid en belast zijn, kom tot mij en drink. En ik zal je rust geven. Rust voor je ziel. Rust in je binnenste. Misschien ben je hier vandaag gekomen en je hebt die vrede niet. Je hebt die vervulling niet. Weet je, ik denk de eerste plek van vervulling is dat God ons heel maakt. Een heel huwelijk bestaat uit 2 hele mensen met God ertussenin. Maar je kunt niet heel worden zonder Jezus. Dus vandaag wil ik die uitnodiging geven. Dat als je vandaag hier bent gekomen. En je hebt die vrede met God niet. Je bent niet heel gemaakt door Jezus Christus. Je bent niet wedergeboren. Je bent nooit bij Hem gekomen en gezegd. Wees mijn Heer, wees mijn Redder. Vandaag wil Jezus ten eerste herstel brengen in jouw hart. In jouw ziel. Om je leven te geven in leven en overvloed. Lieve vriend, met je hoofd gebogen, je ogen gesloten. Als je vanavond je hoofd op je kussen zou leggen en nooit meer wakker zou worden, waar zou je heen gaan? Als je voor Jezus zou komen te staan, welke woorden zul je horen? Zul je horen, goed gedaan, kom binnen? Of zul je horen, ik ken je niet? Is daar die intimiteit met God? Is daar die relatie met God? De belangrijkste relatie is de verticale relatie. Als die verticale relatie tussen jou en God goed zit, dan gaan die horizontale relaties ook goed komen. Maar eerst dat herstel met die verticale relatie. De Bijbel zegt, we hebben allemaal gezondigd, we schieten allemaal tekort.
voor de heerlijkheid van de Heer. Het loon van onze zonde is de dood. Maar het geschenk dat God voor jou heeft vandaag is eeuwig leven door Jezus Christus heen. En wil je dat geschenk geven vandaag? Misschien zeg je, ik ben hartstikke ver van God af ben. Maakt niet uit. Jezus verliet zijn hoge plek in de hemel en kwam helemaal naar deze aarde om jou dicht bij God te brengen. En vandaag, als jij één stap naar God toe zet, rent Hij naar jou toe. Vandaag is je dag. Ik geloof, als jij een streep in het zand trekt vandaag en zegt, ik verlaat dat leven van zonde. Ik verlaat dat leven van zelf en van egoïsme en van leegte. In vervulling proberen te vinden in allemaal dingen. En elke keer weer jagen naar vervulling, maar het niet vinden. Ik laat dat achter me. Ik kom bij Jezus vandaag. Dan geeft Hij je leven in overvloed. Misschien ten tweede, je bent hier vandaag. En voordat we bidden. Maar je bent hier gekomen en misschien kijk je online. En ooit op een dag gaf je je leven aan Jezus. Maar vandaag ben je ver van Hem af. Misschien is die vriendschap met jou en God gebroken. Misschien is die relatie daar niet zoals het zou moeten zijn. Het vuur dat je ooit had, ben je kwijtgeraakt. Die passie die je ooit had, ben je kwijtgeraakt. Je bent je eerste liefde kwijtgeraakt. Dan vandaag zegt Hij, kom, kom, nader tot Hem en Hij zal tot jou naderen. Vandaag is de dag van verlossing en vandaag trekt Hij aan jouw hart. Voordat we zo de dienst afsluiten, willen we voor jou bidden. Met jou en voor jou bidden. Als jij dat bent in over deze hele zaal. En je weet, je leven staat niet recht met God. Misschien heb je nooit je leven aan Jezus gegeven. Of misschien moet je herstel brengen daar in die relatie. Als jij dat bent, met ieder hoofd gebogen, ieder oog gesloten. Steek je hand hoog in de lucht op dit moment. Zeg, yes, ik moet deel zijn van dat gebed. Steek hem hoog omhoog en zeg, ja. Ja, over de hele zaal. Zeg, ja, ik moet deel zijn van dat gebed. Ik moet mijn leven aan Jezus geven vandaag. Ik moet herstel vinden in die relatie met God vandaag. Voordat we zo afsluiten, gaan we samen bidden. Steek hoog die hand in de lucht en zeg, yes, yes, vandaag geef ik mijn leven aan Jezus. Vandaag kom ik terug bij mijn eerste liefde. Vandaag geef ik Hem mijn alles. Als je hand nog niet hebt opgestoken en je wilt deel zijn van dat gebed, steek hem hoog omhoog en zeg, ja, vandaag. Vandaag is mijn dag van verlossing. Vandaag is mijn dag van redding. Dankjewel daar, vriend, ik zie je hand. Als je hand nog niet hebt opgestoken, je moet deel zijn van dit gebed. Maakt niet uit wie er links van je zit, of rechts van je zit. Vandaag kom bij Jezus. Aan zijn voeten is leven te vinden. Lieve vriend, ik wil je vragen, als je hand hebt opgestoken, te gaan staan. Daar waar je bent. Ga staan maar daar waar je bent, als je hand hebt opgestoken. Ik wil je vragen, kom uit je stoel. Kom, gaan we samen hier binnen. Kom, 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 verlaat je stoel, verlaat je rij. Kom, dan gaan we samen Jezus aanroepen. Kom, 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 kom. Voor degenen die online zijn, aan het meekijken zijn, je zegt van niemand ziet me. Ga daar staan, daar waar je bent. En roep Jezus aan samen met ons vandaag. God zegen, geweldig. God zegen. Geef ze een groot applaus. God zegen. God zegen, man. Supermooi. Supergoed. Supergoed. Je mag je handen opheffen naar de Heer. Ik ga je leiden in een heel simpel gebed. Je mag het hardop met me meebidden. Want de Bijbel zegt dat als wij geloven met ons hart en Hem belijden met onze mond, dat Hij onze Heer is, dan zullen we gered worden. En God gaat een mooi werk in je leven doen waarin het hart van steen, het oude leven, gaat voorbij en dan geeft je een nieuw hart. Met nieuwe verlangens. Je wordt helemaal nieuw. Ben je klaar om te bidden? Zeg dit met me mee. Zeg, lieve Vader, ik kom tot U in de naam van Jezus. Ik geef U mijn leven vandaag. Ik geef U mijn hart. Vergeef me al mijn zonden. Was mij en reinig mij. Maak mij nieuw vandaag. Dank U, Jezus, dat U stierf voor mij. Ik geloof dat U de Zoon van God bent. Dat U bent gestorven voor mij. Dat U bent opgestaan uit de dood. En dat U weer terugkomt voor mij. Ik geef U heel mijn hart. Dank U dat U me vergeeft op dit moment. Dank U dat U me schoon wast. Dank U dat ik wedergeboren ben. Vul me met Uw Heilige Geest. En laat me nooit meer dezelfde zijn. Dank U, Jezus. Ik belijd. Jezus Christus is mijn Heer. God is mijn Vader. De hemel is mijn thuis. Ik heb eeuwig leven. Vandaag tot mijn laatste dag. In Jezus' naam. Amen. Amen. Zullen we ze een groot applaus geven? Halleluja. God zegen, man. Geweldig. Goed, hè? Voordat je gaat zitten, wil ik nog kort voor jullie bidden. Wil je nog één keer je handen opheffen naar de Heer? Sluit je ogen. Vader, ik dank U wel dat we verklaren vandaag. Deze mensen zijn vergeven. Dank U dat U hun zonde hebt gegooid ver in de zee van vergetenheid. En ik dank U wel dat ze nieuw en rechtvaardig voor U staan, Heer. Ik dank U wel dat ze Uw kinderen zijn. Ik dank U dat U ze verzegelt met Uw bloed en door Uw geest. Dat U ze opricht als machtige man en vrouw van U. En Heer, dat op die grote dag dat we voor U staan, dat zij niet zullen ontbreken.
Maar ik dank u wel dat ze voor u zullen komen te staan, samen met ons, met vele schatten om u mee te aanbidden. Ik dank u wel daarvoor, Heer. Ik dank u dat u ze vult met uw Heilige Geest. Dat u ze de kracht geeft om voor u te leven. Dank u dat het oude voorbij is en alle dingen nieuw zijn geworden. En ik dank u wel, Heer, voor deze nieuwe broer, deze nieuwe zus, die vandaag hebt gebracht hier in uw koninkrijk. Ik dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Amen, amen. We hebben Tim en Shanna, die hebben er klaarstaan. Die hebben nog een Bijbel voor je. Hebben ze ook gelijk een kop koffie voor je. Dus je mag even met ze mee. Een kort moment. En dan kun je zo meteen nog wat andere mensen ontmoeten. God zegen. Zullen we gaan staan? Halleluja. Man, genoten toch? Wie heeft wat aantekeningen genomen waar je wat mee kan? Amen, amen. Hef je handen omhoog. Vader, dank u wel voor uw goedheid, uw aanwezigheid, uw zegen en uw leven, Heer. Dank u dat de huwelijken gezegend zijn. Dank u dat alle singles geduld hebben. Ik dank u wel, Heer, dat u deze maand alle dingen op laat bloeien. Huwelijken die opbloeien. Relaties die opbloeien. Alles wat dood was, dat het weer tot leven komt, Heer. Dat uw wind waait op ieder plek wat dood was, Heer. Ik dank u wel. Laat mensen terugkomen met de getuigenis deze maand van uw goedheid in hun huwelijk, Heer. Ik dank u wel daarvoor. We geven u eer en glorie van tevoren. Dank u voor Peter en Ilona, wat een zegen. We danken u voor doorbrekers in Nederland. Dank u wel, Heer, voor wat u aan het doen bent daar. Dank u dat het meer en meer uitbreidt, Heer. Dank u, Vader. Oh, dank u wel, Heer. We geven u eer en glorie in Jezus' naam. Amen, amen. Halleluja. Gloria God. We gaan lekker fellowshippen met elkaar. Hiernaast natuurlijk koffie en thee beschikbaar van alles wat. Blijf nog even hangen. Bouw vriendschap met andere gelovigen. Connect met elkaar. God zegen als je hier voor de allereerste keer was. We hebben een tafel daar speciaal voor jullie. Met lekkere koffie voor jullie. En wil je graag ontmoeten. God zegen. Geniet van je zondag. En tot snel. Be blessed.